Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 2 augustus 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. De SSTV-foto vandaag is een ouwtje uit 1980. Ik heb de foto gisteren van PA3 AEQ ontvangen. En hij is gemaakt bij het maken van een praalwagen voor de Keistadfeesten in Amersfoort. Daarbij de locatie van het evenementenstation PA6 Kei. Behalve SSTV in PD90 hebben we vandaag ook morsen. VZA.nl had vandaag de primeur over wat er met de ingetrokken roepnamen precies aan de hand is. Volgens agentschap Telecom is het stuk op VZA.nl een exacte weergave van wat er aan de hand is. Vanochtend heb ik de informatie uit dat artikel live voor de uitzending uitgezonden en dat klonk als volgt. Ik begin met nieuws wat ik live oplees. De VZA is dat bericht te lezen, zoals AT stelt, en ik twijfel eigenlijk niet aan dat dat zo is. Hebben de mensen meerdere betalingsverzoeken gehad. En inmiddels zijn de calls waarvan het bekend geworden is, is hun vordering aan een incassobureau ter beschikking gesteld. In het laatst gemeld dat de calls zouden worden ingetrokken. Dat is echter nog niet gebeurd, maar per abuis zijn die calls al wel op de site aangemerkt als zijnde ingetrokken. Volgens het bericht worden de calls deze week wel ingetrokken. Die amateurs mogen dan ook niet meer zenden. En de roepnaam die is ook beschikbaar voor andere amateurs. En het is niet gegarandeerd dat ze dezelfde call terug kunnen krijgen. Dat is wat het bericht van agentschap Telecom meldt. Ik weet wel dat meerdere mensen mij gemeld hebben dat ze geen enkel betalingsverzoek hebben gehad. Dus ik ga daar nog wat op rechercheren of dat inderdaad klopt. Hè. Maar als AT dat zo stellig zegt, dan is het meestal wel zo dat dat een bericht is wat klopt. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat dat nu klopt. Tot zover. Ik hoorde nog wat inmelders voor de uitzending. Het bericht kun je dus lezen op www.vsza.nl. Gevraagd wat te doen als de intrekking onterecht zou zijn, stelt agentschap Telecom verder. Als mensen het gevoel hebben dat hun registratie onterecht is ingetrokken, dan kunnen ze via info@agentschaptelecom.nl contact met ons opnemen. Iedere situatie zullen we individueel beoordelen en uiteraard zullen we passende maatregelen treffen. Weer een nieuwe kleine zender op de Middengolf erbij. Een 1 watt station op 1485 kHz dus in de plaats Dedemsvaart. Het station heet lokaal Averreest AM en is waarschijnlijk nog niet in de lucht. Thomas Andersen, OZ1 AA, heb ik al vaker in de Daily Minutes genoemd. Andersen maakt een wereldreis met amateurapparatuur. Hij doet dat echter per fiets. Andersen legt tijdens zijn tocht zo'n 60 mijl per dag af. Als ik goed reken is dat zo'n 100 kilometer. Hij begon 6 jaar geleden aan zijn avontuur, maar reisde in de tussentijd ook af en toe naar zijn vaderland Denemarken om de fietstocht dan later weer te hervatten. Bij een interview dat ERRL.org vandaag 2 augustus met hem had, meldde hij dat hij zich in Marokko bevindt. Hij verwacht binnen 2 maanden terug te keren naar Kopenhagen. Andersen heeft zijn amateurapparatuur, meestal was dat VHF-UHF, niet veel gebruikt tijdens zijn tocht, met name in Afrika niet. Maar hij wil, als hij door Europa fietst, juist wat meer verbindingen proberen te maken. Dus misschien kunnen we hem over 1,5 maand nog wel eens op het PI2-NOS-systeem verwelkomen. Roepnaam is dus Oscar Zulu 1 Alpha Alpha, fietsmobiel, dat spreekt. Er was ook voor de Hamvention in Dayton van dit jaar al sprake van dat de Herre Arena, waar het evenement vanaf het begin heeft plaatsgevonden, in moeilijkheden was. De eigenaren ontkenden dat toen in alle toonaarden en de Hamvention kon ook gewoon doorgaan. Maar inmiddels is het duidelijk dat het doek voor Herre Arena wegens financiële moeilijkheden dus gaat vallen. Inmiddels is dus nu een nieuwe locatie gevonden, zo'n 25 kilometer verwijderd van de oorspronkelijke locatie in Dayton, Ohio. Het betreft de Green County Fairgrounds in het plaatsje Xenia. Vandaag precies over een week trouwens bestaan de Daily Minutes alweer 2 jaar. Ik houd niet van feestjes en jubilea. Ik denk dat dat wel bekend is. En ik zit dus nog te denken over iets passends om te doen. Misschien wel een speciale uitzending. Bij de 100ste wekelijkse uitzending had ik trouwens een eenmalige uitzending van een kwartier met 100 kilowatt op 60-95 kHz in de 49 meter band. Dat was op een zaterdagmiddag. Dat is nu ruim 2 jaar geleden. Ik heb dat kwartier toen gebruikt om een keer muziek uit te kunnen zenden. Dat wil ik nu niet doen dit keer. Ik heb echt geen idee wat wel. Ik bedenk vast nog wel wat en misschien ook niet. Misschien een lang hoorspel met de stemmetjes en met opname van wat bekende allemaal. En nee, aan dat geluid wordt niets gemanipuleerd. Tenzij het met manipulatie veel leuker is natuurlijk. Vanavond vanaf 20:30 is weer de D-Star-ronde op XRF 088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde ook meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans. En dat is Papa Delta 4, Foxtrot Mike Juliet. Website is pd4fmj.nl en om te luisteren moet je bovenaan op het tapje klikken. Je kunt je bij de ronde trouwens ook aanmelden via de chatfunctie van D-Rats. D-Rats kun je gratis downloaden op d-rats.com. En je kunt het programma ook gebruiken als je geen D-Star spullen hebt.
So one thing about that is the common mode choke of that sort is a one-to-one device. It's typically made of the same coax that you use, which has an advantage, by the way, because that doesn't mean you, that means you avoid some connections where you could have trouble otherwise. And further, the Balun, on the other hand, has Balun designs which can do impedance transformation at the same time, which is, can be handy. I was going to get to that, you know, the difference between a 4-to-1 Balun, a 1-to-1, a 9-to-1, and so on. These are essentially transmission line transformers wound with short sections of transmission lines interconnected in a way to give you that impedance transformation in that little box. And that can be very handy if you have a Yagi antenna that is center-fed that has a very low impedance, such as 20, 25 ohms, a 1-to-2 Balun transformation ratio will provide a good match to 50-ohm coax. Or alternately, if you have a rhombic that has a 600-ohm impedance, a 12-to-1 transformer with 12 on the balanced side and 1 on the unbalanced side will give you a match to 600 ohms, 600 to 50 ohms. So Baluns can be useful to transform impedances as well, whereas common mode chokes, at least any that I've encountered, are strictly a matter of acting as a one-to-one. That's right. Get the current off the outside of the shield kind of thing. But they're simple and easy to make. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt.